Ja, ik ben wel toe, denk ik, weer met iemand te zijn. En daarnaast hou ik ontzettend van avontuur. En wat is een groter avontuur dan meedoen aan een programma als dit? Dat iemand vooral heel erg veel levenslust heeft. Heel erg open staat voor nieuwe avonturen, nieuwe ervaringen. Iemand die veel humor heeft, die relaxed is. Voor de rest maakt het mij qua uiterlijk niet zoveel uit. Het gaat mij veel meer om dat iemand een bepaalde mindset heeft. Maar vooral iemand die gewoon heel veel zin heeft in het leven en zin heeft in avontuur. Met mij is het nooit saai. Ik zal altijd zorgen dat we het goed hebben en dat we leuke momenten hebben. En je moet wel houden van een onbekende rit. Want het kan alle kanten op gaan met mij. Maar ik bied in ieder geval dat je de rest van je leven zal lachen en blij zal zijn. Ik ben wel iemand die als je thuis komt, dat er een briefje ligt, doe mooie kleding aan en kom daar en daarheen. En we gaan naar een waanzinnig goed restaurant en alles is geregeld. En de kleine dingen zijn meer dat ik weet dat je een zware dag hebt gehad. Dus dat je thuis komt en het bad staat er vast aan. Meer die kleine dingen om te laten zien dat ik aan je denk. Mijn ideale date is zo leuk met de ander dat het niet eens uitmaakt waar we zijn. En natuurlijk zie ik wel het liefst op een mooie plek en lekker eten is voor mij heel belangrijk. Een wijntje erbij is heel belangrijk. Maar uiteindelijk denk ik dat de ideale date zo gaaf is dat het niet eens uitmaakt waar die was. Ik hoop één groot avontuur. En ik wil wel in die gekke avontuurlijke toekomst het liefst een monogame relatie en zelfs kinderen. Maar wel over heel de wereld met alle limieten overschreden. Dus ik weet het niet. Ik wil vooral volop leven. Onwijs veel plezier hebben en samen met mijn partner de hele wereld ontdekken en er één groot feest van maken.